Marian Thijssen, de Belgische kandidaat Eurocommissaris, heeft de hoorzitting in het Europees Parlement in Brussel met glans doorstaan. Ze kreeg zelfs applaus toen ze gevat reageerde op een vraag van een Brits euroscepticus. Thijssen is vanmorgen 3 uur lang ondervraagd over haar bevoegdheden, werkgelegenheid en sociale zaken. Elke nieuwe Europese commissaris moet zo'n hoorzitting ondergaan. Het is een publiek examen eigenlijk. De hoorzitting in het Europees Parlement is een ernstige zaak. Maar niemand verwachtte problemen voor Marian Thijssen. 58 is ze. Na 23 jaar parlement kent ze Europa als geen ander. Beetje zenuwachtig misschien wel. De regels voor de hoorzitting zijn duidelijk. Er zijn 45 vragen in maximaal 3 uren. De vraag mag 1 minuut duren, het antwoord 2 minuten. Een Britse euroscepticus wilde weten of Groot-Brittannië de eigen grenzen kan controleren. Ze antwoordde gevat. Ik weet dat de mensen uit het Verenigd Koninkrijk heel veel belang hechten aan de interne markt. Wel nu, er is niet alleen een interne markt, zoals ik al gezegd heb, voor goederen en voor diensten en voor kapitaal. Maar er is ook vrij verkeer voor werknemers en daar moeten we zorg voor dragen. Maar dit gezegd zijnde, we moeten ook zorgen dat dat eerlijk gebeurt. Geachte mevrouw, kandidaat eurocommissaris. Helga Stevens van N-VA wilde weten hoe Vlaanderen grote investeringen voor infrastructuurwerken kan spreiden binnen het Europese kader. Ze zei het niet, maar ze bedoelde de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Welke mogelijkheden heeft een kleine regio, zoals bijvoorbeeld Vlaanderen, om binnen een strikt Europees begrotingskader toch een grootschalige investering te doen en de kosten over meerdere jaren te spreiden? Ik denk dat we hier alleen kunnen zeggen, ja, regels moeten toegepast worden. Wij kunnen niet voor een klein land als België, middelgroot land, of een kleine regio als Vlaanderen uitzonderingen maken. Al bij al was er de hele tijd een ervaren politica aan het woord. Jelle, jij hebt die hoorzitting daar gevolgd. Ja, Marian Thijssen kreeg al meteen applaus. Ze heeft het dus goed gedaan. Ja, absoluut, Birgit. Ze heeft het heel goed gedaan. Ze heeft de afgelopen 2 weken duidelijk heel grondig gestudeerd. Ze kon op alle vragen heel gevat antwoorden. En die vragen gingen breed natuurlijk. Van minimumlonen naar zwangerschapsverlof, naar ja, die werkloosheid. Maar Thijssen wist overal wel een antwoord op te geven. En ze was ook zelfs tevreden, zei ze ons daarnet hier nog. Ja, ik ben tevreden. Ik vind dat ik heel interessante vragen gekregen heb en dat de collega's uit de Commissie Sociale Zaken me echt de gelegenheid gegeven hebben om toch op een aantal heel belangrijke terreinen die in mijn bevoegdheid zullen liggen, om een stuk duidelijk te maken welke richting we uitgaan, wat mijn visie is op die problemen. Dus ik vond het een vruchtbare gedachtenwisseling. Was u niet zenuwachtig hiervoor? Natuurlijk ben je wat zenuwachtig. Ik moet ook zeggen dat het in de media goed opgepookt is. Iedereen leefde er bijna naartoe. Ik heb dat zelden eerder gezien wanneer een commissaris hier voor een hoorzitting moest verschijnen. Maar ik heb een beetje zenuwachtigheid nodig. Ik bedoel, een beetje positieve stress heb je nodig om het hier goed te doen. Het is uiteindelijk, je wordt 3 uur lang onderworpen aan een spervuur van vragen. Je weet niet waarover het allemaal zal gaan. Het gaat over je portefeuille, maar finaal weet je niet wat ze gaan vragen. En ik vind dat, dat je daar serieus moet mee omgaan als kandidaat-commissaris. Ja, dat is de reactie van Marian Thijssen zelf. Maar heb je daar nog andere reacties op gevangen, Jelle? Ja, toch wel, van de andere parlementsleden. Hè. En die waren toch vooral positief. Je moet weten dat Thijssen hier eigenlijk een thuismatch speelt. Hè. Ze heeft zelf jaren in dat parlement gezeteld. En van in het parlement uit vinden ze het ook fijn natuurlijk dat iemand van hen uitgroeit tot Europees commissaris. Dus ja, ook de reacties van die parlementsleden hier zelf waren overwegend positief. Goed, vlot, zoals we ze kennen, technisch goed onderlegd. En wat ik enorm geapprecieerd heb, is haar engagement op het sociale Europa. We moeten met dit Europa een heel andere weg op, met name socialer worden. En daar heeft ze zich echt toe geëngageerd en dat heb ik erg geapprecieerd. Ze was niet ontwijkend. Daar waar er moeilijke vragen kwamen, gaf ze de juiste antwoorden. Op die sociale dumpingvraag na, waar ze eigenlijk alleen maar actie belooft over 2 jaar. En dat is ietsje te min, vrees ik. Het was een hoorzitting. Wanneer weten we of ze het inderdaad gehaald heeft, Jelle?
Wel, de verschillende fracties zitten nu bij elkaar over die benoeming van Marianne Thijssen. Ze moeten binnen de 24 uur een groen of een rood licht geven om te zien of Thijssen die commissaris kan worden. Het is pas op 22 oktober dat het parlement echt stemt over de volledige commissie. Maar het ziet er naar uit dat we binnen de 24 uur wel gaan weten of Thijssen het zal worden. Oké, dankjewel Jelle.